Sylvie Meijs praat niet graag over de breuk met Rafael van der Vaart. Maar in Linda's zomerweek is ze erg open over hoe die tijd voor haar was. Dat jaar 2013, hoe heb je dat overleefd? Goeie vraag. Dat was verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk voor mij, voor mijn ouders, voor mijn broer, voor mijn zwager. Iedereen die, die van mij hield, was er kapot van. En net wat ik zeg, een mooi huwelijk, een goede relatie en een onwaardig einde. Heftig hoor. Gelukkig wordt het ook een gezellige uitzending. Want als ze Richard Groenendijk nou eerder had ontmoet dan Rafael, dan had het haar een heleboel ellende bespaard. Zeg, ik kwam trouwens binnen, stond ik in mijn onderbroek. Nou ja, ben ik al klaar. Dus echt, ja. Dat klopt. Echt waar? Ja, dat was onze eerste ontmoeting. Wij hadden elkaar ook nog nooit gezien. En toen stond je in je slip? Ja, nou, slip. Ik heb wel een goede boxershort. Nou, maar, het was heel sexy. Ja, nee, het was heel schattig. Want ik denk, nou, ik ga me even voorstellen. Dus ik denk, klop, klop, klop. En het doet open. En dan staat dus onderbroek. En nee, staat even, jij deed het open. Klop, klop, bam. Ja. Oké. Okay. Even hoi zeggen. Ja, en ik zag dat ze blij van werd, dus dat is fijn. Ja. Je bent net enorm afgevallen, dus je kan het hebben momenteel. Ja. Nee, ik heb wel gesport. Ik heb gevoetbald. Dat was een groot succes. Ja, welke positie was jij dan? Ja, je hebt mij nooit zien staan, maar nee, ik liep ernaast. Maar anders was ik voor jou gegaan, hoor. Nee. Ja. Als ik dat geweten had. Als je dat geweten had. Oh, en dat had je een hoop ellende geschild. Ja. Ja, dat weet ik zeker.